Kom maar binnen, meid, wees welkom. Kijk, de koffie staat al klaar. We hebben wat te troubleshooten, moeten even zitten met elkaar. Ik weet dat het even duurde, onze salesstrateeg Jeroen had een weekje vrij en moest er nog zijn plasje overdoen. In het licht van brand awareness, waar Jeroen dan overplast, kwamen we tot de conclusie dat je niet meer in ons plaatje past. Jammer, het is jammer, maar nog geen reden tot paniek. Jammer, reuze jammer, trouwens is je man nog ziek. Onze CEO in Londen stuurt zijn steunbetuiging door, om aan jou te laten weten, het is niet persoonlijk hoor. We zijn als bedrijf dynamisch met een strikt BIFER-beleid. Vraag het Laila van accounting, zij is ook een minderheid. Ja, je bent secretaresse, hoort zo wat bij het decor. Maar zelfs buiten onze boardroom pakken wij het liefste door. Jammer, het is jammer, dit was toch al de tweede keer. Jammer, super jammer, maar god, wat is het lekker weer. Nee, het ligt niet aan je kennis, ja, dit houden we privé. Gerda notuleert de feedback en geloof me, ik neem het mee. Nu je dan wat up to speed bent, eventjes een follow-up. Valt dit nieuws een beetje lekker, komt het stiekem als een klap. Dat wil ik het liefste voor zijn, voor je plotseling besluit. Om juridisch op te treden, dat komt ons niet lekker uit. Jammer, het is jammer, maar meid, vooruit, sta op en lach. Jammer, reuze jammer, ik heb ook een zware dag. Ik heb ook afscheid moeten nemen van onze diëtist Mariette. Plus het stoppen met massages, scheelt zoveel aan overhead. Zelfs de feest-dj moest wijken, net als Jos de partyclown. Dus totdat de tij gaat keren, sizen we je even down. Er valt altijd wat te schuiven, met 300 man als staf. Mocht je toch alsnog besluiten, kom ik doe die hoofddoek af.